Ik ben José Doort, woonachtig in Bornebroek. En ik ben schaapsherder, schapenhoudster, schapenhoedster, hoe je het maar noemen wilt. Veel van mijn vrije tijd gaat in schapen zitten en alles wat daarbij komt te kijken. En vooral in de zomermaanden zijn we op de heide te vinden met de kudde of op natuurtreinen. En u kunt me ook in een deel van de stad aantreffen. Ik ben bekend met Almelo Allee. Ik wist dat voor de wandelaars en voor de hardlopers en voor de fietsers van Almelo en ook mensen daarbuiten, dat er veel te doen is. En dat vertrok vanuit de Graven Allee, van tegenover het kasteel. Dit jaar zijn er nog weer uitgebreidere routes en er is dus ook een wandelroute. En u staat ergens en wat gaat er gebeuren? Nou, wij staan op een locatie in de Bolkshoek. En daar neem ik een koppel van mijn schapen mee en dan laat ik aan de passanten zien van wat we doen of hoe we het doen. En ook een beetje van hoe mijn collega's, dus de honden, hoe die werken en waarom ze zo werken en waarom ik met honden werk om mijn werk te kunnen doen. En wat heb je verder aan link, is dat deze dieren die hebben net begraasd op de heide in Bruinehaar. En die heide is onderdeel van het landgoed, ja, van de Graaf van Rechteren. En het allee, dat wordt ook een groot deel gelopen over. En dat is over een deel van het landgoed, of bijna wel helemaal. Dan heb ik nog een vraag aan u. Ik mag u een instapkaart geven voor iemand die u zegt van, nou, die gun ik het om mee te lopen. En zelf loopt u natuurlijk al heel veel. En, ja, klopt. Ja. En u bent aan het werk. Maar wie gunt u een instapkaart dat ze met de Almelo Allee mee kunnen lopen? Ik denk aan een actieve buurvrouw. Nou, dat is helemaal geweldig. Ja, ze weet zelf nog van niks dus. Maar ik denk dat die dan goed besteed wordt. Goed zo. Ja, en waarom denkt u dan dat die houdt ze van lopen? Ze houdt van wandelen, ze houdt van buitenleven, ze houdt van actief bezig zijn, staat open in de samenleving. En dan komt hij denk ik zeer goed terecht.